Brussel als Europese hoofdstad lijkt voor ons Brabanders ver weg. Toch is er een duidelijke relatie, namelijk in de vorm van Europese subsidies voor Brabantse projecten. Zo kwam er ook een bijdrage vanuit Brussel voor een combinatie van een aantal luchtvaartbedrijven op het voormalige terrein van Fokker in de gemeente Woensdrecht. Aviolanda is het businesspark Aviolanda. Op dit bedrijventerrein zijn luchtvaartgerelateerde bedrijven gevestigd. Zoals Fokker Elmo, Fokker Aircraft Service en de World Class Aviation Academy. Die heel nauw samenwerken met elkaar. We hebben gewoon het onderhoud echt aan inspecties van civiele vliegtuigen. En we hebben ook nog een afdeling die verzorgt modificaties aan vliegtuigen. Bijvoorbeeld als er iemand die zo'n Airbus koopt als een privévliegtuig. Dat is een... Echt als een privéjet, die wil allerlei mooie dingen erin. Dan kunnen wij dat ook hier. Waarom zit dat hier? Het is het voormalige Fokkerterrein. Inmiddels het eigendom. Het is een joint venture van de gemeente Woensdrecht en de provincie Noord-Brabant. Het is eigenlijk ook aangesloten bij de stad- en landingsbaan. En ook omdat alle luchtvaartgerelateerde bedrijven een stad- en landingsbaan nodig hebben, zitten we hier op deze locatie. In het mechanische vakgebied zitten best wel behoorlijk veel systemen. Van hydraulische systemen, brandstofsystemen, airconditioning systemen, de motor. Het hele airframe, dat hoort gewoon bij je hele vakgebied. Het landingsgestel, alles wat je kunt verzinnen wat een mechanisch systeem is. Dat hoort gewoon tot je vakgebied. En dat maakt het interessant, want geen enkele dag is hetzelfde. De planning is heel belangrijk. Die spitten helemaal voor je uit hoe je moet beginnen, de volgorde. De planning is gewoon heel belangrijk. Het is natuurlijk een hele moeilijke tijd met de economische crisis. We zien zelf bij ons ook binnen de organisatie dat het soms wat moeizaam gaat. Het gaat nu echt inmiddels wel wat beter. Op het bedrijventerrein zit ook Fokker Elmo, een hele mooie organisatie die zich bezighoudt met bekabeling van vliegtuigen, wat een heel goed bedrijf is. Onze andere buren Fokker Services, dat verzorgt de MRO, Managed Repair and Overhaul, voor de vliegtuigindustrie. En daar gaat het inmiddels ook weer wat beter mee. Het mooie is bij ons bedrijf dat je ook andere specialistische taken, waar het woord zegt het al, een specialist bij de luchtmacht zich alleen op focust, dat wij die erbij doen. Ik bedoel bijvoorbeeld daarbij, we weten allemaal dat een F-16 schietstoel heeft, maar dat betekent wel dat er explosieven in zitten. Nou, bij de luchtmacht zijn er mensen die echt alleen als dagelijks werk het werken aan dat ontsnappingssysteem hebben. Maar bij ons zijn er een aantal mensen die zijn er apart voor naar de luchtmachtschool geweest. En die hebben dat werk er ook bij gedaan. Ik heb die opleiding ook mogen doen. Dat is erg leuk. Dus het brengt weer een stukje meer erbij wat je mag doen. De jonge lui die graag luchtvaarttechnicus willen worden, die komen hier om die opleiding te volgen. Dat is MBO Luchtvaarttechniek onder het ROC West-Brabant Marquezaat College. En anderzijds hebben we ook commerciële klanten als een luchtmacht vanuit Chili, maar ook andere partijen uit Jamaica bijvoorbeeld, die komen in een opleiding volgen. Wat heb ik met vliegtuigen? Ja, dat is... Het werken aan de F-16, het is een vrij compact vliegtuig. Je kunt het met een paar mensen doen, eigenlijk tegelijkertijd werk je eraan. Dat is ook het type werk wat je eraan moet doen. Vaak als het vliegtuig in de eindfase gaat, zoals wij dat noemen, testen, ben je eigenlijk wel met z'n tweeën. Je doet met z'n tweeën dat hele vliegtuig aftesten.
tot aan het vertrek. Ik ben gek op vliegtuigen. Mijn leven is altijd al beheerst geweest op vliegtuigen. Mijn vader werkte ook bij Defensie, bij de luchtmacht. Als klein kind ging ik wel eens mee. En eigenlijk mijn leven lang heb ik gezegd van ik wil ook zoiets gaan doen bij de luchtvaart.